Ik heb schaakgeleerd van mijn vader en mijn drie broers. Er werd bij ons thuis wel eens geschaakt en keek ik een beetje mee en op die manier heb ik het geleerd. Moeilijke vraag. Ik vind het schaken is een heel moeilijk spel. Je leert elke dag nieuwe dingen. Het spel is altijd weer dieper dan je van tevoren denkt. En ik vind het heel interessant om steeds weer te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen het schaakspel. En dat blijft eigenlijk boeien. En daarnaast is het leven als schaker heel erg interessant. Ik reis de hele wereld over naar toernooien en dat bevalt me heel erg goed. Dus het leven zelf van schaker bevalt me ook. Dus het is die combinatie eigenlijk van het spel zelf wat ik heel interessant vind en het leven eromheen. Dat is lastig. Ik denk als schaker, ik ben zelf professioneel schaker en ik probeer in eerste instantie gewoon het schaakspel op een zo fijn mogelijke manier uit te dragen. En op een positieve manier in het leven te staan. En dat is denk ik een beetje wat mijn impact op de maatschappij is.